Ik sta hier met Bart Sosef, directeur van Nixosef, toeleverancier in de glastuinbouw. Uh, dit keer ga ik wederom in op een van de vier werelduitdagingen die centraal staan bij de Hortifair. En dit keer is het de werelduitdaging water. Uh, maar Bart, ik wil eigenlijk eerst weten, wat doet Nixosef allemaal? Nou, Nixosef doet heel veel. Wij leveren eigenlijk alles wat een glastuinbouwbedrijf nodig kan hebben. Behalve de kas en de verwarming, we leveren dus de complete technische inrichting. Wij we kunnen ook alle goederen die iemand van dag tot dag nodig heeft, leveren. En uh, merken jullie dan in de tuinbouw ook wat van uh, de waterschaarste die er momenteel toch wel ontstaat? Nou, niet rechtstreeks. Wat wij veel sterker merken is dat je wereldwijd allerlei bevolkingscentra krijgt die, waar de welvaart toeneemt. Die krijgen dus behoefte aan hoogwaardig geteeld product. Is het sierteelt dan wel groenteteelt? En mocht daar dus lokaal ook een uitdaging of probleem zijn met de watervoorziening, dan kunnen wij dat in samenspraak met de klant oplossen. En hoe spelen jullie daar dan precies op in? Dat doen we door gebruik te maken van alle technieken en ervaring die we hebben vanuit de Nederlandse markt. Dat kan gaan op het gebied van filtratie, recirculatie, opslag van water. En wat wij doen, in gesprek met de klant komen tot een maatwerkaanbieding, een installatie die de klant ook jarenlang kan gebruiken in zijn bedrijfsvoering. En hoe gaan jullie dit uh, doen op de Hortifair? Hoe gaan jullie er dan onderscheiden? Nou, de stand is ook heel sterk gericht op de relatie. Het zal dus geen winkel van Single zijn met een, een artikel of een zak meststoffen. Nee, we weten de klant welkom. We stellen de relatie met helemaal prijs. gaan het gesprek aan, horen waar hij mee bezig is. En daar kan weer een aanvraag of een opdracht uit voortvloeien. Maar de basis is de relatie die we met de klant onderhouden. Maar als je geen uh, producten neerzet op de Hortifair, uh, hoe zorg je dan wel dat mensen naar je stand toekomen? Uh, dat doen we dus veel meer door echt iets nieuws neer te zetten en berichten te plaatsen. Uh, wat de tong los zal maken. Het zal wel grote invloed zijn op de manier waarop wij ons bedrijf gaan presenteren in de toekomst. En het Hortifair heeft daar toch in zekere zin een primeur in. En dat betekent ook dus dat het zal de tongen losmaken. Maar ook onze stand denk ik, een uh, drukpunt gaan maken. Nou, spannend. Ik ben benieuwd. Dus ik moet gewoon naar drukke punt uh, inhaal 11, denk ik. En dan vind ik jullie. Precies. En dan ben je welkom met een bekok koffie. Nou, ik kijk er naar uit. Tot, tot dan.